mijn god, oh mijn god, ik ben omgeven door spullen. Hoi iedereen, ik ben hier vandaag met een nieuwe opruim video, want opruim video's zijn leuk. La la la. Ik ga vandaag met jullie deze, de meest charmante houding ever. Deze grote bak opruimen. Dit is zo'n bak, zo'n grote bak van IKEA. Ik zet jullie daar even anders neer, maar ik heb dit even als beginsetting. Het is een grote bak van IKEA voor in zo'n Kallax-kast, onder andere. Ik ben dol op die bak, ik ben dol op Kallax. Ik ga daar ook in mijn woning een Kallax-kast aanschaffen. Oh man. En ik heb hier ook een tas met spulletjes, douchespulletjes vooral. Dit is echt een beetje de dumpbak van voorraad. Dus die ga ik vandaag met jullie uitzoeken. Dit komt vanuit mijn kast, een oude kast van mij, die ook een keer leeg moet. Die ga ik ook uitzoeken. Ik ga zoveel mogelijk hier uitstallen. Ik ga jullie even ergens anders neerzetten. Dan gaan we maar beginnen. Douchegel. Deel. Leg er maar vier neer. Oh mijn god. De eerste bak is leeg. Boom. Dit is zes minus. Dan stel ik er nummer 1. Minus. Dit is een minus. Daar kan best wel weer bij. Oh man. Oogmake-up remover. Die ligt hier. Minis. Ja, minis. Oh my god. Oh, hoi tandpasta. Zet die eens even daar neer. Oh nee. Ja, waar moet dit dan weer bij? Ook bij random dan maar. Douche, moes. Is deze tas ook leeg? Netjes. Oh mijn god. Oké, 5 minuten later en ik ben helemaal omgeven door spullen. Niet al waar het meest is geëxplodeerd. Ja, bij de shampoo, haardingen, douchedingen. Overige lichaamsdingen. Beetje sowieso random. Hier liggen mini-sampletjes. Gezichtsdingen. Nog meer random zeepjes. Deo's. Travel. Dit is een doos die daar kort bij komt. En nog meer haardingen. En daar zijn dingen die sowieso ergens anders heen moeten. Tandenborstel koken hoort hier niet. Een leeg zakje hoort hier niet. Zakdoekjes horen hier niet. Satéprikkers horen hier niet. Ik denk dat het makkelijkst is als ik met deze minis ga beginnen. Oké, aanschouw mijn been. Ik ga gewoon hier bij de rijstproducten beginnen. Ik heb hier zo'n setje met van die travel size dingetjes. Die ga ik gewoon bewaren. Kan wel ooit handig zijn. Dan heb ik hier allemaal minis. En even kijken wat realistisch is. Ik ga even alle kijken of ik alles kan sorteren. Oké, ik heb hier 3 shampoo-achtige dingetjes. Ik heb hier een shampoo en een conditioner van Nivea. Die bewaar ik. En dit is zo'n hotel dingetje. Lemongrass, die bewaar ik dan ook wel. Dan heb ik hier wat baddingen. Bad- en douchedingen. Deze knijpdouche met lavendelgeur, die bewaar ik wel. Dit is een bad- en showergel. Het is een mini, bewaar wel. Ik heb echt geen idee. Romantic, dat was van in Herkenbos volgens mij. Hair and body shampoo. Ja, dit gebruik ik dus gewoon als douchegel. Conditioners. Goedemorgen. Deze body creams die gaan gewoon weg. Misschien dat ik er iemand anders blij mee kan maken, dat weet ik niet. Soap leaves, die bewaar ik, want het is wel heel makkelijk. Een mini tandpastaatje, altijd handig. Scrub, ook wel handig. Haarspray en een droog shampoo. Maar ik denk dat ik deze gewoon bij de normale haardingen ga zetten. Dus die bewaar ik wel. Maar bij de normale haardingen, want anders gaan die never nooit op. Een mini scheerschuim is wel handig. En een mini deo is ook wel handig. Een mini oogmake-up remover. Jap. En dit is een micellair water in een travel size. Maar het is wel groot voor een travel size. Nou ja, ik bewaar hem wel gewoon. En deze desinfectatiemiddeltjes zijn in najaarsgeuren. Het zijn wel kleine verpakkingen. Ja, die bewaar ik dan ook wel daarbij. Dan ga ik dat allemaal wel weer even terugstoppen. De minis en de travel dingetjes hierin. Dan is dit travel. De deo's. Ik ben een beetje aan het twijfelen over deze Dove deo's. Die Maximum Protection. Want ik gebruik het gewoon niet of niet veel. Ik denk dat ik ze maar gewoon ga weg... Oh, deze zit nog dicht. Die kan ik wel aan iemand weggeven. En deze ga ik gewoon weggooien.
Ook deze ga ik weggeven. Sinds kort werkte deo's ergens anders. Dus deze drie deo's. Dit was eigenlijk een beetje het uitgeval of dit bij travel hoorde. Maar je hebt kleinere. En dit is gewoon een compress. Dus deze drie gaan naar de badkamer. Want die bewaren we gewoon, de deo's. Deze Venus dingen. Ik weet niet eens of ik een Venus systeem nog heb. Maar deze gaan dan ook naar de badkamer. Deze drie zeepjes gaan naar mensen die van zeep houden. Dus die gaan ook weg. Ga ik weggeven. Dit is een houdertje van die Gumpicks. Die bewaar ik ook ergens anders. En dit zijn van die Gumpicks. Dus die gaan ook ergens anders heen. Ga ik verder met de haardingen. Ik heb hier natuurlijk heel veel sun dingen staan. Dat valt eigenlijk nog best wel mee. Ik heb deze anti-zonnebrand, zonnebrandspray, weet ik hoe je het wil noemen. Ja, dit is wel echt voorraad, want die heb ik al in gebruik. En volgens mij heb ik nog een oude variant hiervan staan. Is ook echt voorraad, dus die gaan daar echt weer terug de bak in. Maar misschien moet ik die bij haardingen zetten. Nou ja, dan hou ik even hier even apart, zo, bij die andere haardingetjes. Ja, dus je kunt zien, dit is ook echt voorraad. Maar ik weet dus niet, dat zie je daar als ik een keer de haardingen ga opruimen... Of dat dan gewoon erbij kan, die zet ik dadelijk wel ergens apart neer. Dit is iets van Yves Rocher wat ik bij mij thuis vond. Maar dit is meer als ik echt... Ik zet die wel in de badkamer om op te maken. Die is bijna op. Dit is meer een soort van azijn voor je haar. Ruikt heel erg naar framboos. Zal al lang wel niet meer goed zijn. Is wel op aan het gaan. Dus die gaat binnenkort op. Die maak ik wel gewoon op. Die gaat gewoon naar de badkamer. Dit is ook een beetje een travel dingetje. Beachspray. Nou ja, die doe ik wel gewoon bij de travel dingen. Ik vind het wel handig om beachspray mee te hebben. En daar zou ik eerder meenemen in travel dan een droog shampoo of een haarspray. Ook heb ik hier een heat spray. Die ooit in een beautybox zat. En volgens mij rookt die heel erg lekker. Die wil ik ook wel bewaren. Doe bijna nooit iets met hitte. Een André Lon Pink collectie heat spray. Ik heb echt veel te veel heat sprays. Ken ik iemand die veel met een föhn of een krultang of iets doet? Een steltang. Ik zal ze aan mijn nichtjes vragen. En als ik iemand ken die veel met hitte doet, dan geef ik deze wel weg. Dus die geef ik wel weg. Dan ga ik verder met een beetje de random dingen. Dit kan op zich wel bij de travel dingetjes. Want ik heb hier namelijk... Kom nu. Dan doe ik dit even als overgang. Hier heb ik namelijk een tasje. En ik had eerst veel meer travel dingetjes. Die komen vast tijdens deze opruimvideo's nog wel een keer aan bod. Maar ik ga al mijn sampletjes hierin doen. En aangezien dit ook een eenmalig ding is, stop ik die hier gewoon bij. Ik zie hier ook ineens een verdwaald geurtje. Die hoort hier niet. En ik zag ook deze. Dit is ook natuurlijk zo'n eenmalig ding. Die stop ik... Nee, die leg ik in de badkamer. Laat maar. Niks gezegd. Ervaar hoe zijde zacht is. Maak kans. Ik wil nog geen kans maken. Doei, knijp. Deze Body Secret, die gaat hierin. Dit zijn twee dagcreme sampletjes, denk ik. Nou, ik ga binnenkort een weekje weg, dus dan komen die vast wel van pas. Dit is een Night Repair, die kan ik dan ook mooi gebruiken. Dit is een cleansing systeem, kan ik dan ook wel mooi gebruiken. Die gaat er ook bij. En dit is een daywear. Ja, weet je, hoeveel kan je nou van die sampletjes afleiden? Staat hier nog op wat de eerste stap is? Nee. Kak, dan moet deze gewoon hierbij. Nou ja, noemen we dat maar. En dan kan ik gewoon die dingen een keer opmaken als ik toch wegga. En dan bewaar ik die ook niet meer in die doos. Want dan raak ik het toch kwijt. Dan moet ik dat hier ergens... Leg ik het dan bij die toothpicks neer. En deze gaat gewoon bij mijn geurtjes. Want ja... Weggooi dingen. We lagen daar. Dit moet hier niet. Het moet ergens anders heen. Dit gaat ook weg. Ik kan niet zo goed tegen twee fase dingen. En ik heb er nou een van Balea volgens mij. Dus deze gaat gewoon ook de prullenbak in. Deze. En deze. Die wil ik nog een keer gaan testen. Maar daar is het ding nog niet compleet van. Dus die gaat dadelijk ook ergens anders in. Want ik heb mijn verzorgingsproducten ook normaal ergens anders staan. Tandpasta gaat in de badkamer. En oogmake-up remover backup. Die gaat dus bij de verzorgingsdingetjes. Oh, het valt allemaal om, joh. Gezichtswater met limoen en basilicum. Daar zit een stofje in, maar niet echt heel gezond als je erin ademt. Dus die gaat de prullenbak in. Die concentraat dingen, ja. Ik weet het niet. Deze aftershave gel, die heb ik echt ook al super lang ooit in Duitsland gekocht. Ik weet niet of die nog wel goed is. Oh, 2017. Tiende maand 2017. Die gaat maar weg. Bodyproducten. Ik zie hier drie bodybutters. En ik gebruik echt nooit meer bodybutters. Deze bodybutters, ja, je ziet al gewoon aan de verpakking dat die super oud zijn. Ik ga ze niet eens openmaken. En ook deze, ja, ik weet niet. Die heb ik ooit in een beautybox gekregen. Nou, hij ruikt naar kokos. Ik zal ze even... Oh nee, hij ziet er helemaal korrelig uit. Hij ruikt nog wel naar kokos, maar die ga ik niet meer op mijn lichaam smeren. Weg ermee. Body lotion met raspberrygeur van de Body Shop. Ook al veel te oud. Gaat ook weg. Ik denk dat ik daar eens even een vuilniszak ga pakken. Nog drie body lotions. Deze heb ik nog nooit gebruikt. Die lijkt me wel leuk om een keer te gebruiken. Ja, weet je, dit zijn op zich wel gewoon doucheproducten. Dat heb ik veel, maar ik heb niet zo heel veel body lotions. Deze die gaat daar gewoon terug die bak in. Deze heb ik ook al lang. Maar die is nog het hele jaar houdbaar. Ah, die gooi ik wel gewoon weg. Gebruik ik toch niet. Die is nog wel lang houdbaar. Die zet ik wel in de bad. Kamer neer. De spray-on body lotion.
Even ruiken trouwens. Die geef ik aan mijn moeder. Die vindt het vast wel lekker. Ik gebruik het veel te weinig. Mijn moeder had die nou van kruidvat, dus die vindt ze ook wel lekker, denk ik. Twee scrubs. Die vind ik voor nu wel lekker. Welke is de oude verpakking? Volgens mij deze. Dan zet ik die nu in de badkamer. En deze gaat naar de backup dingen. Het tweede ding van de backups. Hoho. Ik ga even een vuilniszak pakken. En dan gaan we verder met de shampoos, conditioners, haarmaskers en douchespullen. Oké, tijd voor de douche- en haarproducten. Heel veel Balea. Laten we die eens even voorop zetten. Douche, 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 douche. Is dit alles van Balea? Nou, valt op zich er nog wel mee. Oké. Deze douche... Family douche gel, frisse energie. Is denk ik de oudste, maar hij ruikt nog wel heel lekker. Wil ik wel bewaren in de bak. Ik gebruik hem niet, het is zo'n douche schuim. Maar ik zet hem nu wel in de badkamer, die gaat wel op. Dit is zo'n After Sun. En ik heb ook nog die van Nivea. Die gaan ook in de badkamer, want het is nu nog lekker weer. Himbeeren en lychee is voor lekker weer. Tropical Sunshine is voor lekker weer. Meloen is voor lekker weer. Oh my god. Cool Blossom. Even ruiken. Vind ik ook voor lekker weer. Deze twee die zijn wel voor dadelijk september of zo. Die gaan wel even in de bak. Heb ik nog meer andere dingen voor lekker weer? Green tea. Nou, die kunnen in september daar ook nog wel. Deze video komt waarschijnlijk eind augustus online. Dat is echt grappig. Deze gaat wel weg naar mijn ouders of naar wie hem wil hebben. Geef ik al weg. Oh, nog een green tea. Oké, volgens mij ook een beetje van green tea. Dit is ook weer zo'n zomerse geur. Heb ik ooit van mijn moeder gekregen, maar ik zie nu dat ik... Dit is ook al framboos. Ik gebruik de Yves Rocher dingen toch niet. Die ga ik lekker aan mijn moeder geven. Doei mam. Thanks mam. Love it. Kokoswater. Lekker. Lekker met dit weer. Was dit al dit weer? Even kijken, want dan kan ik dit wel allemaal in de badkamer gaan zetten. Maar ik denk niet dat het nut heeft. Ik ga het toch doen. En als het dan dadelijk ander weer wordt, dan moet ik het maar zo aanpakken. Niet dat alles hier... in die doos staat. Kokos of de shea boterlijn. Ooit met mijn verjaardag gekregen van mijn nichtje. Superleuk. Ik vind die bak super handig, dus die wil ik houden. Ik zie hier meteen een zeepje. Die ga ik weggeven en die meteen van zeep houdt. Deze ga ik aan mijn moeder shea boter. Warme geur. Lekker voor een najaar dadelijk. Deze hoef ik niet. Die eerst even navragen of iemand dit ding wil hebben. Wel met zo'n body butter. En de scrub die bewaar ik sowieso, maar die body butter... Nou ja, hij is nieuw, dus ik geef hem wel een kans. Heb ik weer een bakje. Blij ei. Ik zie hier ook een aantal mannen dingen staan. Nou is het zo dat ik op zich eigenlijk alles gewoon samen gebruik. Dit ga ik allemaal weggeven. Even kijken bij mijn vader wat hij wil hebben en zo. En mannen dingen ruiken wel echt zo lekker. Ja, deze wordt in het najaar gebruikt. Weet ik 1000% zeker. Hetzelfde voor deze. Weet je, die moesters zijn wel fijn in het najaar. En de bak zit nou nog niet eens half vol. Maar komt, ja, hier staat mega veel. Oké, ik ga even kijken wat er voor shampoos, conditioners, setjes dingen zijn. Oké, ik heb wat setjes gemaakt. Ik heb hier een kokosboost conditioner, een zomercare conditioner en een kokoswater shampoo. Die gaan nu naar de badkamer. Die kunnen op zich wel met elkaar gecombineerd worden. Dan heb ik hier een anti-roos shampoo. Die gaat ook al gewoon naar de badkamer, gewoon als backup. Een setje traumlokken. Ja, dat is gewoon een random setje. Nog een setje van de Dreamlength. Ook in de bak. Dan heb ik hier een spoeling van de vanillelijn. Nou, die ga ik nu niet gebruiken. Dat is voor in het najaar. Deze wil ik wel opmaken. Dit is voor rood haar en conditioner. Echt super oud. Ooit bij de Vibra of zo gekocht. Ja, nee, die gooi ik wel weg. Oh, deze twee kunnen ook al met elkaar gebruikt worden. Een minutenkuur, dus een soort masker en een gekleurd haar shampoo. Maar die gaan ook bij de backups. Heb ik hier een backup masker. En nog heel veel shampoos. Ja, die Wonderful Repair. Die ga ik dat maskertje, dat kleine maskertje van in de badkamer zetten. Dus deze zet ik dan ook wel in de badkamer. Backup shampoos. Dus die gaan gewoon naar de backups. Op zich ben ik best nu tevreden. Die bak zit een stuk minder vol. Ik heb zelfs de rijspullen ernaast kunnen zetten als opvulling van de ruimte. Ik ben daar heel bang wat er dadelijk allemaal naar de badkamer toe moet. Oei de second, oei de second. Dit moet daar allemaal in een badkamerkastje. Ik zal ook de badkamerdingen die uit daar uit het kastje komen, die behandel ik in de volgende video. Dat kastje gaat dus leeg en die zet ik dus even apart. Dat die in de volgende video behandeld kunnen worden om te kijken wat er terug naar de badkamer moet. Wat er in die backup bak hier zo... moet. Dit ga ik allemaal weggeven. Er liggen ook allemaal nog zeepjes onder en tussen. En mannen dingen. Dit is alles wat weggaat. Ik zal je ook even laten zien wat hier en dat allemaal dingetjes. Dit gaat ergens anders heen naar de haardingen. Die ga ik ook nog de volgende keer uitzoeken verder met jullie. Dit gaat naar gezichtsdingen. Dit is een sampletje die ergens anders heen gaat. Deze moet ook nog naar de badkamer. Deze gaan ergens anders heen.
Deze moet ergens anders zijn. Oh, die ga ik ook weggeven, want die wil iemand zeker hebben. Er staat ook al een zeepstaak in. En dan was het jongens. Dit was de eerste opruim... Oh, wacht, hier nog. De doos die ik ga bewaren en de dingetjes die bij de andere dingetjes moeten. Goed verhaal. Dit was het. Dit was de eerste opruimvideo van mijn verzorgingsproducten, lichaamsproducten, backup producten. Ik weet het niet. Volgende keer, badkamerkastje. Ik weet het niet. Zien jullie volgende week. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Doei!